Arme, arme ondernemers in Nederland, ja, die zitten opgescheept met deze minister van Economische Zaken. Heb je er gezien? Bij Jinek. Och. Ja, die Mickey Adriaansens. Ja, ik ken er niet, maar goeie gedag zeg. Ik zat me in te denken dat ik ondernemer zou zijn. En ik zat me tegelijkertijd ook zo verschrikkelijk te ergeren en op te winden. En ik dacht bij mezelf, ja, als je toch ondernemer bent, ontplof je toch gewoon. Als je naar zo'n... Ja, je zit gewoon te kijken naar de zus van de kakelende. Heb je dat gezien? Diezelfde vervelende gezichtsuitdrukking. Maar ook die arrogantie. Oh, en dat toontje waarop dingen worden gezegd. Het is toch totaal geen inlevingsvermogen, maar dan ook helemaal niet. Ook niet in de gaten hebbend wat er aan de hand is in Nederland bij die ondernemers. Zoals zij alleen het woord bakker. Maar ik krijg die R niet zo goed als zij. Bakker. Zo ging zij. Ja. Kun je eens gewoon bakker zeggen? Nee. En dat moet dan ons regeren. Dat moet dan beleid uitvoeren. En die zeggen dan allerlei verschrikkelijke dingen. Van ja, het is de marktwerking. Hè? Ja. En sommige bedrijven, ja, die zullen het dan niet redden. En als je in de moeilijkheden komt, ja, dan moet je maar naar de bank gaan. En dan krijg je misschien, dan moet je maar een lening nemen. Oh, gewoon zo. Ja. Weet je, het is dit soort type vrouw. En het is, weet je, en de kakelende, die type vrouwen, die vervallen onder de VEV. Het vervelende, ik heb het wel eens eerder gezegd, het vervelende, efficiënte vrouwtje. Ja, en daar lopen er nogal wat van. En die zijn niet flexibel. Het vervelende, efficiënte vrouwtje is niet flexibel, gaat niet mee met de omstandigheden, houdt zich vast aan wat ze bedacht hebben en hun regeltjes. En dat is het dan. Dus dan krijg je pas geld als ondernemer, misschien volgend jaar een keer april en verder niet. En eigenlijk, wat ze komt vertellen, is van ja, het is een ondernemersrisico. Maar dat is natuurlijk onzin. Alsof een ondernemer de coronacrisis ziet aankomen. Want die heeft hij net overleefd. En dan krijgt hij nu een energiecrisis. Die kan je toch als ondernemer toch ook niet zien aankomen. Dat valt dan toch niet onder het ondernemersrisico. En dan zegt zo'n Mieke, ja, je kan niet voor alles maar terugvallen op de Nederlandse staat. Dat doen die mensen toch ook niet. In dit geval hebben ze even hulp nodig, want anders dan redden ze het gewoon niet. Oh, ik heb me zo verschrikkelijk hier aangestoord, vrienden. En ik heb heel erg te doen met de ondernemers in Nederland.